heel belangrijk. Ik denk toch dat je die spanning op het begin even voelt. Je komt het veld op en je ziet de supporters en ja, de spanning gaat gelijk weg. Je voelt dat ze achter je staan en dat je de support goed mee hebt. En dan weet je dat het een hele mooie wedstrijd gaat worden. En dan ga je gewoon je automatisch harder bikkelen en harder knokken. Ik denk toch dat je gewoon, ja, je merkt gewoon dat het gewoon een thuiswedstrijd is. En dat je gewoon de support achter je hebt. En dat is gewoon heel belangrijk. En vooral in deze situatie waar we nu in zitten. Dan heb je gewoon alles nodig dat mee zit. Terug naar het voetbal. Het had eigenlijk wel meer dan 1-0 moeten zijn, hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we eigenlijk gewoon hier 4-5-0 moeten winnen. Maar helaas maken we het niet af. Dan moet je gewoon blij zijn dat je 1-0 gewoon wint. En dat je het gewoon nog op de streep trekt. Je bent aan het vasten. Merk je dat ook in het veld? Ja, ik denk het wel. Ik denk toch dat het wel een beetje wat lastiger was. Ik heb wel gewoon alles gegeven. Zelf het niveau te halen wat ik altijd haal. En als het gewoon wel, ik heb met de trainer besproken, als het op is, is het op. Ik heb gewoon alles gegeven en op een gegeven moment was het op. Dan moet je dit team ook niet benadelen en dan moet je gewoon plaats maken voor iemand anders die fris is. En dat heb ik gedaan. En gewoon Wesley gewoon een goede vervanger voor mij is en er goed staat en gelijk het team heeft meegenomen ook. En ook de complimenten natuurlijk naar de andere wissels die gewoon goed zijn ingevallen. Mats die nog een paar keer overdonderd. Je hoort dat mijn stem weg is. Ik heb veel moeten schreeuwen. Hoe wij op de bank zitten, zit je dan ook op de bank. Ja, precies. En dan kom je de kleedkamer en gelijk iets naar binnen werken? Nee, ik moest nog eventjes wachten. Nog 3 minuutjes wachten of 4 minuutjes. En daarna heb ik even wat naar binnen gewerkt. Wat water, even een beetje fruit naar binnen gewerkt. En zo ga ik even naar huis en dan neem ik wat meer naar binnen. We zijn nog niet. Nog even niet, nee, maar dit is wel een boost, hè? Nee, zeker zijn we er nog niet. Ik denk dat dit wel een heel erg boost is voor ons. Om gewoon deze resultaat mee te nemen naar de volgende wedstrijden. En gewoon, ja, vandaag hebben we gewoon echt gestreden. Je zag het gewoon, dat we gewoon alle duels bijna wonnen. En dat moeten we gewoon meenemen naar de volgende wedstrijd. En dan moeten we er gewoon staan.